Ik ben een aap in GTA 5. En we gaan eens even kijken wat we allemaal kunnen doen. En mevrouw, volgens mij heeft u geen broek aan. Een aap kan in ieder geval heel hard slaan. Daar ben ik wel achter gekomen. Maar we gaan vandaag een aantal dingen doen om te kijken of ik dit ook kan doen als een aap. Alleen eerst gaan we dus eerst het een en ander even uitproberen. Eens even kijken. Ik heb hier heel veel wapens. En eens eventjes kijken. We gaan er gewoon als aap gaan we deze mensen eventjes schieten. Bim! Oh mijn god, dit wapen is echt kapot goed. En wat is dit voor wapen? Dit is een of andere laserpistool. Bam, 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 bam. Oh, ik ben echt één grote terroraap op dit moment. Maar we hebben nu 2 sterren politie. Maar ja, dat vind ik natuurlijk niet zo leuk. Dus wat ik even ga doen. Ik ga even deze rode auto pakken. En ik denk dat het tijd is dat ik deze auto eventjes heel mooi ga pimpen. Want ik ben namelijk benieuwd of ik van 5 sterren politie kan afkomen. Alleen dan als een aap. Dus het eerste wat ik ga doen is sowieso... Au, 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 nee, ik val uit mijn auto. Oké, dit was niet de bedoeling. En we zijn bij het ziekenhuis. Tegenwoordig kunnen apen dus ook in het ziekenhuis. Maar het eerste wat ik dus eerst even wil doen is een mooie auto vinden. En die wil ik eventjes heel mooi gaan pimpen. Zodat ik daadwerkelijk ook kan vluchten van de politie. En ik vind deze auto wel mooi. Dus ik ga nu als aap ga ik even een auto stelen. Doei mevrouw. En er zit letterlijk nog een vent in de auto. Stel je voor, hè? Je auto wordt gewoon gestolen door een aap. En kijk deze vent. Hij heeft echt geen flauw idee wat hij allemaal aan het doen is. Ja, ren maar weg. Ik zou ook wegrennen als er letterlijk naast mij gewoon een aap zit. Maar voordat we daadwerkelijk de auto gaan pimpen, wil ik dus eerst even wat anders doen als een aap. Want heb jij ooit een aap een winkel zien overvallen? Ik in ieder geval niet. Laat in de comments even weten of jij dat ooit hebt gezien. En dan moet ik even kijken, want volgens mij zit hier boven ergens een winkel. Kijk, dit is wat ik bedoel. Hier is een winkel. En gaan deze mensen trouwens raar reageren als er opeens een aap bij hun gaat staan. Hallo, ik ben een aap. En deze mensen blijven letterlijk gewoon staan. Ze is een sigaret aan het roken en hij zit op zijn telefoon. Ik weet niet of jullie dat doorhebben hoor, maar ik ben een aap. Oh, ah, ah. Hoppakee. Ja, nu willen jullie het wel door, hè. En maar wegrennen. Oh, 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 wow, 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 wow. Deze vent wil met me vechten, maar ik weet niet of je door hebt. Ik ben een aap. Auw. Oké, ga dood, ga dood. Wat ga jij vechten tegen een aap, vriend? Doei. Laat, oh. Ontwijkt me gewoon. Oké, nou, die ligt op de grond. Wegwezen. En hallo, meneer. Ik kom je winkel overvallen als een aap. En ik zal me heel snel opschieten, want ik heb namelijk wat geld nodig om daadwerkelijk ook mijn auto te kunnen pimpen. Dus kom maar even heel gauw hier met al je centjes. En opschieten. Dankjewel. Oké, doei meneer. Dankjewel voor je geld. Later. Wat ga jij wegrennen? Weet je wat? Ik laat je leven. Omdat ik vandaag een lieve aap ben. En wat ik dan ga doen met dat geld, dan ga ik even naar de pimpshop. En dan ga ik natuurlijk even deze auto pimpen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even naar de kapper. Want ik vind dat deze aap op zich wel een nieuwe look verdient. Want hij is een klein beetje harig. En wat... Meneer, wat bent u aan... meneer... Oké. En ik kom niet eens de kapperszaak in. Wat is dit? Apen mogen dus niet in de kapper. Oké. Nou ja, dan weet ik dat ook meteen weer. Oké, we zijn aangekomen bij de custom shop. En kom ik hier wel... Ik kom hier letterlijk ook niet in als een aap. Oké, er zit dus nog maar 1 ding op. Ik kan letterlijk helemaal niks doen omdat ik een aap ben. Dus wat ik even ga doen, ik ga ervoor zorgen dat ik dus 5 sterren politie krijg. En daarvoor moet ik natuurlijk eventjes hier ongeveer naar de legerbasis. En dan ga ik even kijken wat de politie doet als een aap inbreekt op de legerbasis. Oké, we zijn aangekomen bij de legerbasis. En eens eventjes kijken. Ik zet mijn auto hier eventjes veilig neer. En dan ga ik gewoon kijken wat er gaat gebeuren als ik als aap gewoon letterlijk hier heel rustig naar binnen ga lopen. En kijken of ik dan politie achter mij krijg. En wat deze politie dan ook daadwerkelijk gaat doen. Maar vergeet dus zeker niet even te abonneren op mijn kanaal. Want ik kan zien dat jij nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal. Dus doe dat nu. Ja, la 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 la. Ik loop hier gewoon als aapje. Ik moet trouwens wel even een goed wapen hebben om mezelf straks te beschermen. Dit wapen is wel goed. En nee, trouwens, dit laserding is echt lijpgoed. Ik denk dat ik gewoon dat laserwapen ga gebruiken. Kijk er hoe ziek dit eruit ziet. Oké, zodra ik langs deze poortjes kom, krijgen dus normaal gesproken politie achter je aan. Maar wat gebeurt er als je dat doet als aap? Oké. Oh mijn god, 4 sterren politie. Oké, doei. Oké,
En ik mag dus volgens het leger niet op de legerbasis als aap. Maar dat gaan we lekker wel doen. Dus jullie moeten even allemaal dood. Zo, ik heb veel betere wapens dan jullie. Oh mijn god, stel je voor. Oh, jij leeft nog zo en jij leeft ook nog. Bam, nu niet meer. Doei. Oh, achter me ook nog mensen. Stel je voor, je werkt in het leger. Er komt opeens een op hol geslagen aap. Gewoon keihard het terrein oprennen. Een minigun. Een aap met een minigun. Oké, dat vind ik ook wel vet om te zien. En eigenlijk moet ik dus proberen gewoon even een straaljager of iets te stelen. Ik denk dat dat wel heel erg gaaf is. Eerst moet ik even gewoon heel veel lege mensen killen. Want ik wil namelijk 5 sterren politie achter me aankrijgen. Kijk, daar staat er nog 1. En oh, hier allemaal lege autootjes. Maar die zijn natuurlijk letterlijk zo. RPG erbij. Die zijn natuurlijk zo kapot door mijn RPG. Later. Oké, kijk. Daar staat nog iemand. Ga jij ook eens even dood? Oh mijn god, dit is echt te leuk om als een aap GTA te spelen. Wat is dit voor wapen? Ik heb hier geen kogels in zitten, dus dat werkt niet. Hier heb ik wel kogels in zitten. Ga jij eens even dood? Weet je wat? Ik denk dat ik het toch lekker hou bij de minigun. Kijk, daarachter staat er nog één. Die is ook dood. En oké, wat ga ik eens stelen? Ik kan hier een straaljager stelen. En kijk, dan komt er een auto. Doei! Ga jij eens even dood? En die auto die gaat volgens mij gewoon echt heel snel ontploffen. Staat die onder fik? Nee. Oké, die auto moet ontploffen. Doei, auto! En is er nou letterlijk helemaal niemand die deze aap kan tegenhouden? Kijk, zo. Die zijn ook allemaal meteen alweer dood. Oh mijn god. Dit is gewoon echt veel te makkelijk. Yo, jullie gaan ook allemaal weer eraan. Later! Doei! Op een gegeven moment moeten die mensen in het leger toch gewoon een keer op zijn. Of staan er hier achter me nog een paar die stoer willen doen? Ja, jij! En daar zit een hele auto vol. Nou, die hele auto die ga ik doorzeven op deze manier. En kijk eens aan jullie ook weg. Oké, maar nu moet ik even rennen. Want de vraag is, wat ga ik stelen? Ik wou eigenlijk een tank hebben. Want ik denk dat ik met een tank best wel 5 sterren politie kan afschudden. En daarover gesproken. Ik heb op dit moment 5 sterren politie. En ik ga kijken of ik daar vooraf kan komen. Als een aap. Oké, en om daar vooraf te komen, denk ik dat ik sowieso even een straaljager nodig heb. En jullie ook weg. Doei, en jij ook weg. En oh mijn god, er vliegt daar een helikopter. Ik ga die helikopter gewoon uit de lucht schieten. Hoi! Helikopter, ga eens weg. Wacht, ik pak even mijn homing launcher erbij. En doei, helikopter! Hoppakee! Gaat die nou kapot? Gaat die kapot? Ja! En daar lopen ook weer allemaal mannetjes. Kijk dan, met mijn minigun is het oprecht gewoon veel te makkelijk. Ga jij maar dood? Ga jij maar... Oh, wat schoot er op mij? Hallo? Er rijdt een tank! Oké, maar ik heb dit wapen. Kan ik daar wat mee? Kan ik daar die tank mee kapot maken? Oh mijn god. Hoeveel RPG-kogels kan deze tank hebben? Tank. Nee, niet mij aanrijden. Alsjeblieft, nee, niet op mij schieten. Hier, ik ontwijk gewoon je kogels, vriend. Wat denk jij? Hoppakee, is die tank nou eindelijk een keer kapot? Nee, die tank is nog steeds niet kapot. Maar volgens mij wel bijna. En doei, tank! Kom op! Ja! Oké, de tank is kapot. Ik vind het er eigenlijk wel weer mooi geweest. Ik wil even ontsnappen van die politie. Maar dit is wel een straaljager. Maar niet een straaljager met raketten. Ik wil natuurlijk wel een straaljager met raketten hebben. Alleen die staan dus waar ik net helemaal vandaan kom. Hoe ga ik dit oplossen? Eerst moeten jullie allemaal even dood. Zo, jullie zijn namelijk heel vervelend. Ik denk dat ik gewoon maar even weer een autootje ga stelen. Dus zo, jij moet even... Hoppakee, dood. En jij moet even dood. Later een... Oh mijn god, er komt weer een tank aan. En sterker nog, er komen 2 tanks aan. Oh mijn god. Wacht, kan ik niet gewoon een tank stelen? Laat me in de tank. Blijf hier. Laat me in de tank. Oh mijn god. Ik ga in de tank. Ja! Ik ben op dit moment gewoon een aap die in een tank zit. Het is geniaal. En zo, oké. Tank versus tank. Tank, ga jij eens kapot. En die tank is kapot. En helikopter kapot. En ik denk dat het gewoon tijd is dat ik even die straaljaar ga pakken. Anders kom ik hier denk ik nooit meer weg. Dus ik ga eruit. En rennen. Apen zijn niet heel snel helaas. Oké, en nu moet ik zo snel mogelijk dus hier weg zien te komen. Voordat de straaljaar kapot gaat. Daar heb ik niet heel veel zin in. Dus, oh nee. Oeh, er ontploft al wat voor mijn neus. Wegwees hier. Oh, er is letterlijk hier een tank. Oh mijn god. Nee. Laat me met rust. Oh, ik ben weggekomen. Au! Nee. Oh mijn god, hoe ben ik nog niet kapot? En gaat het mij lukken om te ontsnappen van 5 sterren politie? Ik hoop het wel. Mijn straaljager is letterlijk al aan het roken. Dus als ik denk nog een paar keer wordt geraakt, dan heb ik een heel groot probleem. En ondertussen schiet ik een paar raketten. Oh, stel je voor, je bent een politieagent en er ontsnapt gewoon een aap. En die steelt vervolgens een straaljager van je. En maakt heel veel politieagenten dood. Ja. Yeah. En oh mijn god, er vliegen er choppers. Alleen die choppers, die kunnen mij niet vinden. Dus daarom kijk eens aan. Hoppakee, even een
paar raketjes erop. En hier is er nog één. Hier jij ook een paar raketjes. Doei. Wat? Die chopper ontwijkt gewoon letterlijk mijn raketten. Hoe dan? Oké, en ik moet heel snel van die politie afkomen. Want mijn motor die kan het op dit moment volgens mij elk moment begeven. Oké, ik moet gewoon lekker over de stad blijven vliegen. En ik moet elke helikopter ontwijken. Want de helikopters zijn namelijk de enige die mij kunnen zien op dit moment. En kijk dan even rechtsonder hoe snel deze straaljager op dit moment gaat. En oh, mijn motor is uit. Oh nee. Oké, hij is weer aan, gelukkig. Hoe lang duurt het voordat deze 5-sterren politie weg is? Is dat überhaupt wel mogelijk om te doen? En het is zeker mogelijk, want de politie is op dit moment weg. Oké, dit is top. Het enige wat ik nu nog moet doen is proberen. Oh nee. Ik stort neer. 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 Nee. Oké. Ik leef nog. Ik weet niet hoe ik dit heb overleefd. Maar het is mij gelukt om van 5-sterren politie te ontsnappen. Als een aap. En dit was de video. Klik even hier om een andere video van mij te zien. Want dan wil je zeker niet missen. Ze gaan elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1.